Yo mensen van Game Met Max, vandaag een nieuwe video. Het is een Kingdom 2 video, dit ga ik voortaan vaker uploaden als jullie dat willen. Het is de Kingdom Mals van Kingdom 2 VDG server. Hier speel ik eens op. Ik heb eigenlijk niks geüpload de afgelopen maanden, dus daarom wil ik weer gaan uploaden. En ten eerste Mals van Spawn toertje. En ik zal meteen uitleggen wat het allemaal is. Ik speel echt bijna alleen maar Kingdom 2. En ik ga ook oorlogen recorden als jullie dat willen, maar ik weet niet of het altijd lukt, want kijk, hier speel ik op. Ik zal alles wat lager zetten. Want ik heb niet al te best PC laten downloaden. Nou, komen jullie ook weer iets raars tegen? Ik weet niet of dat zo hoort, ik denk het niet. Hier heb je nog, ik weet niet wat het is, hakbomen. Wat we kunnen doen, een boom.
Marcus zal waarschijnlijk een ban krijgen. Want dat hoort natuurlijk niet zo, die dingen, dan krijg je ook een ban. Hetzelfde als je spullen geeft van andere mensen, ja, het steelt. Nou, dan is dit eigenlijk de spawn van binnen. Ja, je boven zijn gewoon geen dingen zo wat. En we gaan even nog hier naar buiten lopen en dan is het dan weer het einde van deze video. Wil je meer Kingdom 2 Marathon zien? Abonneer, like, zet in de reacties wat je nog wilt zien. Ik heb geen idee wat jullie wilt zien. Nou, trouwens hier zijn huisje aanbouwen, die worden geveld op een custom team opgekomen. Niet zo gebouwd kunnen, die worden huisje gebouwd door. I don't know, Winter Team volgens mij. En dan gaat mensen. Eerst wordt er eentje in aanbouw. Hier zijn al huisjes gebouwd. Ik speel trouwens in een PvP tech pack. Als jullie het nog niet wisten, ik kan het wel even laten zien. Resource pack. Ik speel in deze. Dat is PvP tech pack. John Smith speelde vroeger altijd in, nou niet meer. Hier doe ik nog een grote bouw. Ik heb geen idee wat dit is. Oh, de Malta gevangenis. Nee, gevangenis en cel. We zitten vast in een cel. Dat is het dan ook voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Doe een like als je meer wilt zien. En tot de volgende keer.